Nog een leuke die de mensen nogal een keer zenuwachtig maken en gestresseerd. Het model van Gagné rond leren is een heel krachtig model voor volwassenen, maar gelijk ook een heel griezelig model. Wat zit er in dat model eigenlijk? Je hebt een valies bij je geboorte, dus de hoogbehaafde heeft een valies en die hoogbehaafdheid zit in die valies vanaf de geboorte. Maar om die valies van gaven tot talenten te krijgen, dus een gaven zit in je valies bij de geboorte, een talent is iets dat je ontwikkeld hebt, iets dat je versterkt hebt, waardoor dat je daar heel goed in wordt. Om daar te gaan heb je een leerproces en hoogbehaafden missen dat leerproces nogal een keer, omdat ze in het begin niet moeten leren. Ze zijn snel mee met alles en ze komen nooit in die leercurve. Dus wat zijn parameters die dat leerproces beïnvloeden? Dat zijn intrinsieke dingen. De big five, jouw persoonlijkheidskenmerken die je hebt. En omgevingsfactoren, de school, de peers, mensen rondom u die jou of stimuleren en aanzetten tot leren of niet. Mindset, al die dingen. Wat zegt nu Gagné in zijn model is dat het belangrijkste element in al die aspecten is kans. Alles hangt af van kans. En dat is best griezelig, want dat zou je zeggen van oké, dat kan ik er zelf niet aan doen. Maar dat bedoelt hij niet met kans. Wat hij bedoelt met kans is dat de kans wat je bij je geboorte krijgt, kan je niet zo beïnvloeden. Je hebt een vader en een moeder en dat is het. Dat komt in jouw valies en dat heb je mee. Dat zijn de genen, daar kan je niet onderuit. Alle andere elementen zijn kansen die je kan beïnvloeden. Als je altijd thuis gaat blijven en je in jezelf blijft en geen oplossingen zoekt, dan is de kans dat je iemand tegenkomt die jouw inspiratie geeft, die in jou gelooft, veel kleiner dan als je wel jouw kans challenged en buiten gaat en jou begeeft in een omgeving waar je niet zo gerust bent. En dat is eigenlijk de bedoeling ook van dit traject, is jouw kans te vergroten. Doordat we hier in een sessie met 12 volwassenen gaan zitten, gaat de kans dat er mensen zijn die jou gaan inspireren, de kans dat er mensen zijn die jou stappen vooruit gaan doen zetten, is veel groter, want het zijn 12 hoogbehaafden samen, allemaal met hun eigen ervaring, allemaal met hun eigen blokkages. Maar we gaan elkaar inspireren, dus we gaan die kans verhogen. En dat is belangrijk in het leerproces, in het model van Gagné, dat we die kansen voor jou willen vergroten. En een van de methodes om dat te doen, is om ontwikkelingsgelijken over bepaalde dingen te kunnen nadenken. Het feit dat we hier nog ook heel gericht met COVID aan de slag gaan, wat net tot doel heeft om je persoonlijke groei te versnellen, en naar jouw authentieke ik helpen, zorgt dat we de kans nog veel groter gaan maken. Dat je op het einde van dit traject effectief dingen gaat geleerd hebben en effectief gaat gegroeid hebben. Dus het model van Gagné gaan we hier live in de praktijk omzetten en we gaan die kans een keer aanzienlijk doen verhogen. En wij beschouwen ons bij Gromy Coach en bij Hoogbloeier en bij het kiesbureau, voelen wij ons verplicht om te zorgen dat jullie die kansen ook krijgen. Het zijn kansen die wij in het verleden gehad hebben. Ik onder andere door de cursus bij Hoogbloeier te kunnen volgen, door Sabine te ontmoeten. Die kans moeten wij doorgeven aan andere hoogbehaafden, zodat er zoveel mogelijk mensen in deze groeistroom geraken en beseffen dat hoogbehaafdheid een kwaliteitslabel is, dat hoogbehaafdheid ook zijn voordelen heeft en niet alleen de problemen waar je vandaag op stoot. Kans, heel belangrijk.